De hackathon is eigenlijk vanuit de IT-wereld. We proberen een vraagstuk te hacken en dat doen we in een hele korte tijd, 5 dagen. En we gaan dan eigenlijk van vraag naar uiteindelijk een product wat echt op de markt zou kunnen komen in die 5 dagen. Het onderwerp van de hackathon is een hackathon tegen kindermishandeling. Dus kunnen we nu mensen, niet alleen professionals, in actie laten komen tegen kindermishandeling? Ik ben nu bezig met het visualiseren van ons idee, van onze app. Dus echt een klein beetje een werkend prototype maken. Maar dat nog niet helemaal mooi aangekleed is, maar gewoon wel de basics erin. Dat je gewoon al echt een idee krijgt van wat we aan het doen zijn. Het is een app waar je dus echt een community in creëert voor mensen die over kindermishandeling willen praten. Dus als ze vragen hebben over kindermishandeling, kunnen ze dat aan andere mensen vragen. We hebben een groep van ongeveer 25 studenten. Die komen van het ROC en van het Saxion. Hele verschillende achtergronden, design, art en technology, social work, psychologie. En zij werken samen in teams om dit vraagstuk op te lossen. Wij zijn bezig met een serious game. Dat is eigenlijk gisteren pas duidelijk geworden. En wij richten ons op de kinderen van een al dan niet een klasgenoot die signalen vertoont van mishandeling. En gelukkig hebben wij ontzettend veel experts gehad hier al die met ons meekijken in hoeverre iets überhaupt realiseerbaar is. De finale is inderdaad vrijdag. We hebben een 5-koppige jury vanuit de zorg, universiteit en ook gemeente doet een burgemeester mee. En zij kunnen een plek winnen in de landelijke finale waar dan ook een groot geldbedrag is te winnen om het product echt op de markt te brengen.